Ha allemaal, welkom bij de tweede aflevering van de Lockdown. Ik ben Loes de Klein, voorheen was ik actief bij de Kritische Studenten Utrecht. En ik heb een tijdje gewerkt als organizer bij de FNV. En organiseerde samen met zorgwerkers acties in de zorg. Momenteel ben ik actief binnen een feministische actiegroep. En voor mijn centjes werk ik als huisarts in opleiding. En misschien wel vanwege dat laatste maak ik me wel erg zorgen over de coronacrisis op dit moment, omdat ik de zorg van binnenuit meemaak. De zorg is in de afgelopen jaren al flink uitgekleed onder 3 kabinetten Rutte. Het personeel loopt daarom al een hele tijd op haar tandvlees. Maar goed, wat de impact is van de marktwerking op de zorg, zullen we later verder bespreken in een andere aflevering van de Lockdown, denk ik. Voor vandaag gaan we het hebben over het effect van de coronacrisis op alleenstaande moeders. Nou, vrouwen en moeders worden extra geraakt in deze crisis. Zo is het merendeel van de zorgwerkers vrouw en lopen dus vanwege dat alleen al hoger risico. Daarnaast verzorgen vrouwen altijd nog altijd een merendeel van de zorgtaken in de samenleving. Denk aan mantelzorg, zorg voor kinderen en het huishouden. Zoals Helen Lewis laatst beschreef, de onafhankelijkheid van vrouwen, dat zal een stil offer zijn van de pandemie. In de Atlantic schreef ze dat. En hoewel de westerse wereld zichzelf behoorlijk progressief vindt op dit punt, wordt in zo'n pandemie pijnlijk zichtbaar wie in deze pandemie de arbeid die eerder betaald was, onbetaald moet gaan uitvoeren. Want wie gaat zometeen voor de kinderen zorgen, nu ze niet meer op school zitten, en wie gaat er bij oma langs nu de thuiszorg wat minder vaak langs kan komen? Nou ja, je kan het al raden. De meerderheid van de gevallen zullen vrouwen deze taak op zich nemen. Vandaag gaan we met Eva Jorie Brussard, de oprichter van Single Supermom, in gesprek over het effect van de coronacrisis op vrouwen, moeders en in het bijzonder op alleenstaande moeders en hun kinderen. Maar voordat zij ons hier meer over gaat vertellen, zeg ik even hallo tegen mijn co-hosts. Hallo Jeremy, hou je het een beetje uit daar? Ik hou het uit, ja zeker, gaat goed. Ja, wat ben je aan het doen nu? Behalve dat je hier in de podcast zit natuurlijk, maar... Ja, nou, zoals je misschien kan voorstellen, de afgelopen dagen veel aan het lezen over wat er allemaal gebeurt in de samenleving rondom de coronacrisis. Ik merk in mijn omgeving dat er een soort van twee type mensen zijn die, als je kijkt naar hoe mensen omgaan met de crisis, sommige mensen die proberen zich vooral afzijdig te houden van het nieuws. Proberen zich niet erop te focussen, omdat het allemaal zo overweldigend is. Ook een andere groep die eigenlijk alles op de voet probeert te volgen. En eigenlijk overweldigd wordt door alle informatie en alles wat er gebeurt. Ik zit denk ik iets meer in de tweede groep. Goed uit voor de lockdown. Nou, precies, dat wou ik zeggen. Het is heel chill om nu een soort van een uitlaatklep te hebben om al die tijd en energie die daarin gaat steken, om dat nu ergens nuttigs in te gaan steken. En is er een van de kanalen of dingen of sites waarvan je zegt, nou, die moeten mensen echt volgen, want dan weet je een beetje hoe het staat met de coronacrisis in Nederland? Ik zou zeggen, elke hou het nieuws in de gaten. Weet je wel, ook het mainstream nieuws, er zit belangrijke en interessante informatie in. Maar wees vooral kritisch. Probeer te kijken hoe verschillende media hiermee omgaan. Ik zou ook zeggen, als je een beetje Nederland of een beetje Engels kunt, kijk ook naar wat buitenlandse media over Nederland schrijven. Die zijn vaak wat kritischer over Nederland als de media hier. Dus dat zou erg nuttig zijn, denk ik. En natuurlijk blijf de lockdown volgen, want wij houden alles in de gaten. Kijk. En proberen dat dan voor iedereen te vertalen in een video. Helemaal geweldig. Jelle, in welke groep pas jij? Duik je weg of ga je juist extra veel lezen de afgelopen tijd? Ik denk dat ik in allebei de groepen zit. Ik schip een beetje tussen beide groepen, van dag tot dag en uur tot uur. Ja. Oké. Ja. Verder alles goed? Ja, jawel, jawel. Ik bedoel, mijn appartementje met deze hitte wordt iets claustrofobischer. Als de zomer weer net zo heet wordt als vorig jaar, dan... Word ik niet echt vrolijk van als we in quarantaine moeten zitten, maar we gaan meemaken.
Nou, wie weet, april doet wat hij wil, dus wie weet wordt het nog wat kouder. Jeremy, er is deze week een hele hoop gebeurd. Wat gaf jou hoop en wat gaf jou vrees deze week? Yes, nou, je vertelde net ook al over hoe de impact van de coronacrisis vooral gedragen wordt door vrouwen. Niet iedereen is daarmee eens. Zo ook Bert Wagendorp. Hij is columnist bij de Volkskrant. Hij publiceerde op 7 april een stuk getiteld Het virus staat neutraal tegenover ras, bankrekening, seksuele geaardheid, gender en macht. Zo. Ja, blijkbaar is het virus kleurenblind, net als Bert. Maar ja, social distancing kan misschien niet bij iedereen even goed toegepast worden. Als je naar je werk moet om je familie te onderhouden, bijvoorbeeld omdat je niet vanuit thuis kan werken, zoals veel mensen, of een nulurencontract hebt, en je misschien niet wordt opgeroepen als je ziek meldt, dan ben je de lul. Als je arbeidsmigrant bent, ik las een stuk op NOS over een bus die vol was gepropt met mensen die die werden beboet door de politie. Die voor €400 per persoon. Terwijl ze zelf, weet je wel, door hun baas in de bus werden gepropt om naar hun werk te gaan. Dus ja, niet iedereen heeft evenveel mogelijkheid om de social distancing toe te passen. Verder begrijpt Bert misschien niet zo goed dat in een structureel racistisch land als Nederland je ras en je bankrekening vaak op dezelfde plek in de sociale ladder, sociaal-economische ladder terechtkomen. Dus factoren als stress, gezondheidsproblemen die allemaal te maken hebben met je inkomen. Ja, dat zijn juist de gevolgen of juist dingen die de impact van een corona-infectie zullen verergeren. Heftig allemaal. Maar goed, blijkbaar is het sociaal Darwinisme weer helemaal hip in Nederland in het commentariaat. Ja. Gelukkig zijn er ook andere mensen die wat kritischer over schrijven, zoals Ashin ten Broeke in een goed stuk in de Volkskrant, waar ze ook reageert op Bert Wagendorp. Ook Olave Ndwanye, die schrijft een goed stuk in One World, waarin deze dingen onder de aandacht komen. We zetten de links in de show notes als je daar naar geïnteresseerd bent. Ja, heel erg belangrijk. Ja, verder. Ja. In het buitenland gebeuren ook interessante dingen. Zo is er in Tsjechië een grote sociale mediacampagne geweest, ook ondersteund door de overheid. Masks for All, vertellen ze in The Guardian, een interessant stuk. Wat ze daar gedaan hebben, zoals we weten, is het ook mogelijk om corona te verspreiden als je asymptomatisch bent, als je geen verschijnselen hebt. Dus het is heel belangrijk om verspreiding tegen te gaan in de publieke ruimte. Dus maskers, gezichtsmaskers, die zijn daar een hele belangrijke factor in. Zelfs als het geen medische maskers zijn, maar gewoon geïmproviseerde maskers, helpt al een groot deel. Dus wat ze gedaan hebben, is een hele grote campagne opzetten om maskers hip te maken. Dus ze hebben allemaal influencers op Instagram en TikTok aan het werk gezet. Zijn allemaal mensen thuis zijn aan de gang gegaan om zelf maskers te maken. Er is een website opgezet om mensen die maskers maken en mensen die maskers nodig hebben met elkaar in contact te brengen. En je kan elkaar gewoon vinden op die manier. En op die manier is een massaparticipatie gekomen. En binnen 3 dagen zat heel Tsjechië aan de maskers in de publieke ruimte. En je ziet allemaal gave beelden van hele mooie maskers of hele gekke maskers. Of het is gewoon helemaal een ding geworden. Je ziet ook in de cijfers terug wat voor positieve impact dat heeft op het aantal infecties en aantal doden. Dus dat is cool. Er is ook een club in Nederland die zich daardoor laat inspireren. Mondkapjes voor iedereen. .nl hebben ze een website opgestart.
Dus kijk daar vooral even naar. Ze hebben daar ook een filmpje hoe je je eigen mondkapjes kan maken. Ik zou zeggen, het zou mooi zijn als we in Nederland daar ook mee kunnen beginnen. Ook omdat het natuurlijk heel heftig is om heel lang binnen te zitten. En om die curve te verlagen, is het super belangrijk. Dan laatste puntje. In Spanje zijn ze plannen aan het maken voor een basisinkomen. Er is natuurlijk veel besproken. De afgelopen jaren verschillende experimenten mee geweest. Ook in Nederland toch, volgens mij, of niet? Ja, in Utrecht hebben ze daar experimenten mee gedaan, in mijn statie. Maar het vrij kleine experimenten. Maar nu heeft de linkse coalitie in Spanje van de Socialistische Partij, dat wat meer lijkt op de PvdA in Nederland, maar toch. En Podemos, hebben dit opgezet. Dat was ook wel nodig, want er zijn in maart zijn er 300.000 nieuwe werklozen bijgekomen. Het was ook wel onderdeel van de coalitieplannen van deze regering, maar ja, het was allemaal op de lange baan geschoven en nu lijkt het echt een plan te worden. Of zijn ze bezig om dit plan uit te draaien? En ze willen ook dat het plan of dat de basisinkomen permanent wordt. Dus niet alleen tijdens de coronacrisis. Nou, ik moet er wel bij zeggen dat het heel onduidelijk is, ja, hoe dit precies wordt uitgerold, hoeveel geld er in gaat zitten, hoeveel mensen gaan krijgen. Eén bron zei dat het op de helft van het minimumloon ging zitten. Dus ik denk dat het wel belangrijk is met het basisinkomen dat de devil is in the details, zoals ze zeggen. Dus ja, het zou ook niet heel positief kunnen uitvallen. Dus heel belangrijk om kritisch te blijven kijken naar hoe dit gebeurt. Maar het is zeker een goed begin en misschien ook een startblok voor meer politieke strijd van onderop om te zorgen dat er een basisinkomen komt waar je van kunt leven. Dat kunnen we in Nederland ook wel gebruiken in deze tijden. Dus dat zijn mijn puntjes voor deze week. Ja. Hey, over die mondkapjes, hè? Want ik begrijp, er zijn veel mensen die niet echt doorhebben überhaupt dat ze ziek zijn, hè? Met zo'n keelpijn of een hoest. Die ze misschien verwarren met hooikoorts, bijvoorbeeld in deze tijd, dat zien we heel veel. Dus er moet eigenlijk zo'n mondkapje op. En dan had je het erover dat je het ook zelf kan maken, en dan ben ik benieuwd. Kan jij een beetje overweg met je naaimachine, Jeremy? Nou, ik wou dat ik een naaimachine had, Loes. Ik heb wel op de basisschool heb ik wel goed geleerd hoe ik moet naaien, dus ik kan wel met de hand een beetje naaien. Kijk. Echte rechte lijntjes zijn het niet. Maar er zijn zelfs ook manieren om een mondkapje te maken zonder dat je hoeft te naaien. Dus je kan een functionele mondkap maken met een zakdoek, wat keukenpapier en een elastiekje. Dat is wel beter als niks. Als je een beetje met de hand kan naaien, dan kan je nog mooier maken. Als je een naaimachine hebt, dan kan je voor de hele buurt mondkapjes maken. Dus voor iedereen zijn er mogelijkheden. Ja, hartstikke goed. Nou, ik zal mijn naaimachine dan maar gaan afstoppen. En dan maak ik een extra mooie voor jou natuurlijk. ga ik over naar mijn andere sidekick. Jelle, vertel. Wat zijn jouw hoop en vrees van deze week? Weinig hoop. Ik heb vooral gefocust op de vrees. Nee, er is wel hoop en er zijn genoeg dingen om over te praten. Maar twee dingen die ik eruit wil lichten. En het eerste is eigenlijk een voortzetting van waar we eigenlijk vorige week heel lang over hebben gesproken met Jerome Roos. Namelijk de Nederlandse rol binnen de eurozone op dit moment en het nemen van maatregelen. En ja, die was vorige week erg, maar het is verergerd. Vorige week Nederland optrok samen met Duitsland, Oostenrijk en Finland, is de Nederlandse positie van Wopke Hoekstra harder en harder, terwijl waar op dit moment zelfs Duitsland, Nederland bijna aan het uitschelden is van wat zijn jullie in godsnaam aan het doen. En om het specifieker te maken, gaat het om, gaan we op een of andere manier als Europese Monetaire Unie gezamenlijk met name de hardst geraakte landen helpen. En
Nu is Nederland tegen coronabonds, dat hebben we vorige week besproken. En ook Duitsland is daar nog tegen. Maar er zijn ook andere methoden die worden besproken, zoals geld uit Europese stabiliteitsmechanismen, noodfonds lenen of verstrekken aan met name zuidelijke landen. Nederland is het enige land, letterlijk het enige land, dus 18 landen zijn tegen ons, één land, Nederland, neemt deze positie in, om dat zonder voorwaarden te verstrekken aan landen die het op dit moment nodig hebben. Hoekstra zegt dat hij één uitzondering wil maken als het geld specifiek aan medische uitgaven wordt besteed. Dan is het oké, okay, maar uitgaven aan iets anders, daar moeten maatregelen aan vastzitten, er moet een reguleringsmechanisme aan vastzitten waarbij wordt bekeken en wordt bepaald wat voor hervormingen in die landen moeten komen. Het meest interessante daarbij, en dat wordt nog eens verloren in de details en zie je niet in de headlines, is dat Nederland wel akkoord is met geld voor de Europese kapitaalinjectie voor de Europese Investeringsbank. Maar dat geld zou voornamelijk bedoeld zijn voor het bedrijfsleven in Europa. Maar Nederlands voornaamste punt van objectie is dat er ook een fonds komt wat uitgegeven wordt aan sociale uitkeringen. Dus de WW, een werktijdsverkorting. En dat is met name het struikelpunt waar Nederland enorm boos op is. Geld naar bedrijfsleven? Oké. Okay. Geld naar de bevolking? No way. En het argument is dat de angst, dat Hoekstra de angst heeft dat dit een permanent fonds wordt voor economische steun in slechte economische tijden. EU garandeert dat het niet zo is. Maar zelfs al zou dit zo zijn, als je samen in een monetaire unie zit, kun je er niet omheen dat je ook voor elkaar zorgt op dit gebied en dat je dit soort dingen gelijk trekt. Dus het is echt een vreselijke positie. In alle eerlijkheid, wat wij ook van de Europese Unie mogen vinden, wat voor een deel hiervan een heel neoliberaal project is. Maar op dit moment riskeert Nederland echt de EU in ieder geval de middellange termijn op te blazen. En voor een deel is het politiek gewin voor Hoekstra zelf. Hij probeert ook campagne te voeren, stemmen weg te houden bij extreem rechts in Nederland. En hoopt de voortrekker van het CDA te worden en zelf minister-president te worden. Maar de gevolgen zijn eigenlijk heel erg groot. Dus we gaan zien waar dat heen gaat. En als laatste punt daarbij nog voor mensen die ook nog geloven in het verhaal van ja, wij kunnen toch niet zomaar Zuid-Europese landen gaan ondersteunen. Nederland is een belastingparadijs waar door ons beleid bedrijven jaarlijks miljarden en miljarden weghouden aan belastingen die ze zouden moeten betalen in met name Frankrijk en Italië. Dus Nederland neemt structureel geld weg van die landen, maar weigert vervolgens zelf ook maar iets daaraan te doen. En beoordeelt die landen op hun beleid. Het is allemaal vreselijk. Komen we hopelijk de komende weken, of waarschijnlijk de komende weken, nog meer over te praten. Maar dat is een van de belangrijkste ontwikkelingen, denk ik. En als tweede puntje iets wat Jeremy soort van aanstipte, namelijk dat er ook groepen en mensen tussen wal en schip gaan vallen. En ik denk dat we de komende tijd meer en meer zullen gaan ontdekken welke groepen dat zijn en wie buiten de boot vallen. Eén groep, en daar hebben we een petitie van ook, is groep ZZP'ers zonder EU residency status, dus zonder EU woonstatus of verblijfstatus. En in steden als Amsterdam gaat het natuurlijk om substantiële groepen mensen. Denk aan artiesten, maar ook heel veel andere soorten mensen die in steden zich ophouden en internationaal bezig zijn. Ja, die zitten hier nu, maar die krijgen van verschillende advocaten verschillende geluiden te horen. De een zegt, ja, volgens mij hebben jullie wel recht op op dat geld van ZZP. En de andere zegt, nee, jullie vallen hier buiten. Dus ze zitten in totale onzekerheid en moeten volgens wel een huur betalen, maar hebben meestal geen grote buffer. Dat is een petitie waar we ook naar zullen linken, daar kunnen mensen tekenen. Maar ik denk dat de komende weken goed in de gaten moet houden. Ja, wie gaat er tussen wal en schip vallen? Het zijn ook mensen die juist worden aangetrokken door steden als Rotterdam, Amsterdam, toch? Die creative, zeg maar, om een hipstad te creëren en allemaal
Dus het is niet dat die mensen... ja, daar heb je ook een verantwoordelijkheid als stad om ook voor die mensen te zorgen, denk ik. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, ik word er wel een beetje depressief van, hoor. Voor zover ik dat niet al was. Van al jouw verhalen. Maar goed, dat is misschien ook iets wat een beetje past bij die isolatie. Ja. Hè? Stel je voor als je in Griekenland of Italië woont. Ja, precies. Je moet er niet aan denken. Ja. Nou, wel bijzonder allemaal bij elkaar genomen. Ook dat dit alweer de tweede aflevering is. Heb je nog leuke reacties gehad, Jelle, van de afgelopen reactie? Van de afgelopen aflevering bedoel ik? Ja, wat mensen om me heen die het hebben gezien. Maar niks bijzonders. Maar het is ook wel leuk om te zien dat op Twitter... ja, toch wel redelijk wat mensen ons begonnen te volgen meteen na de aflevering. En ook wat, laten we zeggen, mensen tussen die zelf ook interessant en belangrijk werk doen. Dus dat is fijn om te zien dat het gewaardeerd wordt. Dus we hopen dat zich dat verspreidt. Ja, en zijn er ook nog mensen die topics hebben aangedragen bijvoorbeeld? Nee. Dat mag wat meer. Oké, okay, nou voor mensen die dan luisteren en denken ik heb nog een leuk idee of onderwerp, dan... meld ze. We hebben een e-mailadres. Je kan ons gewoon bereiken. Kijk even op thelockdown.nl en laat het ons vooral weten. Dan gaan we denk ik verder met het tweede deel van deze aflevering. Hallo Eva, volgens mij ben je ook ergens hier in het Zoom gedeelte. Ha Eva, welkom. Hoi. Eva Jorie Brussaert is de oprichter van Cycle Supermom, een organisatie die zich al jaren inzet voor alleenstaande moeders. Onlangs schreef zij een opiniestuk op joop.nl getiteld Je kind vastbinden aan een lantaarnpaal. Ja, wat een titel. Het idee eigenlijk alleen al. Toch, met het coronabeleid van Rutte, vertel jij, worden alleenstaande moeders echt in het nauw gedreven? Daar gaan we het vandaag met jou over hebben. Kan je even kort vertellen wie jij bent en waarom je Single Supermom hebt opgericht? Ja, hallo. Ik ben Eva Jorie Brussaert. Ik ben 39 jaar. Ik heb 12 jaar geleden Single Supermom opgericht. Ik kwam toen zelf er eigenlijk alleen voor te staan. En ik kwam ervoor alleen voor te staan. Toen was mijn zoon is inmiddels 16 jaar. En in 2008 heb ik Single Supermom opgericht. Omdat ik zelf als studerende jonge moeder weinig netwerk had. Moest rondkomen van de studiefinanciering. Afhankelijk was van gesubsidieerde kinderopvang. Weinig netwerk had. Geen huisvesting had. En tegelijkertijd wist gewoon van ja, als je gaat studeren, dan haal je een diploma. En dat is gewoon het beste paspoort voor een beter leven. Dat vond ik heel erg pittig. Ik had geen partner waar ik op kon terugvallen en geen familie. En eigenlijk uit die behoefte dat ik dacht van ik moet gewoon gaan werken aan een netwerk. Ik wil economisch zelfstandig worden. Ben ik Single Supermom gaan oprichten en dat is heel klein bij mij in de woonkamer begonnen. Maar uiteindelijk uitgerold tot het grootste landelijk netwerk voor alle alleenstaande ouders in Nederland. Heel bijzonder. Ja. Hele hoop mensen geholpen in ieder geval. Ja, toen ik begon met Single Supermom waren er... een aantal honderden duizenden alleenstaande moeders. En nu zijn er meer dan 500.000 alleenstaande ouders. Merendeel is vrouw die er voor de kinderen alleen zorgt. En 9%, bijna 10% van alle kinderen die geboren wordt tegenwoordig geboren bij een alleenstaande ouder. Dus het is een groeiende groep. Het is een grote groep. En een belangrijke groep, want ze zijn ook nog een keer in de opvoeding van de kinderen. En die zijn heel erg belangrijk natuurlijk, omdat dat goed gaat. Ja, dat ze goed voor zichzelf en de kinderen kunnen zorgen. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik zit gelijk even te denken aan dat artikel van jou op joop.nl. Want ik begrijp daaruit dat het op dit moment best wel moeilijk is voor alleenstaande ouders. Vanwege juist het beleid ook wat Rutte voert in deze coronacrisis. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, allereerst denk ik is het belangrijk om te zeggen dat wij ook, hè, ik schrijf best wel veel opinies de afgelopen jaren ook voor verschillende kranten, dingen ingestuurd. En zeker met de coronaperiode. Ik ben echt dankbaar voor alle mensen die doorwerken aan nu het coronavirus om zich heen grijpt. Mensen die in de gezondheidszorg werken, schoonmakers, vakken vullen. Mensen waar we nu eigenlijk ook van zien hoe belangrijk hun werk is. Maar die ook vaak heel weinig verdienen. En ik leef heel erg mee met alle mensen die getroffen worden. Maar wat wij ook willen is dat er rekening wordt gehouden met alle Nederlanders. En dan ook de alleenstaande ouders. Ik heb die brief geschreven. Ik heb ook de brief naar minister-president geschreven. Naar de kranten geschreven. Omdat wij gewoon heel veel zorgwekkende telefoontjes en mailtjes kregen van ouders die gewoon niet meer met hun kinderen naar de winkel konden.
Wij snappen dat. Ik denk dat niemand voor Charlotte denkt van, goh, we gaan met het hele gezin naar de winkel in deze spannende periode. Maar het probleem is gewoon dat niet iedereen heeft een netwerk. Niet iedereen heeft een partner waar die op kan terugvallen. Niet iedereen heeft co-ouderschap. Als ik dan naar mijn eigen situatie kijk. Ik ben ook al 16 jaar single man en dan echt single man. Dus ook geen co-ouderschap. Ik zou ook niet weten waar mijn ex-partner woont. Ja, hoe mooi het natuurlijk ook is om het samen, zeker in deze tijd, de zorg van kinderen te delen. De zorgen te delen, de opvoeding te delen en ook de boodschappen samen te doen. Ja, dat is niet altijd vanzelfsprekend. En sommige single moms hebben dan nog wel ouders. Maar ja, die mag je dus nu ook niet meer, kun je ook niet meer belasten. Wij krijgen ook heel vaak reacties van ja, ik vraag het wel. Maar mensen zijn ook besmet om zelf, bang om zelf besmet te worden of op straat te gaan. Dus gaan ook niet voor hun lol allemaal maar naar de supermarkt. Mm-mm. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als er online heel veel boodschappen besteld konden worden. Maar voor heel veel moeders was dat gewoon niet mogelijk. Dan stond er gewoon bij Picnic of AH bijvoorbeeld van na 15 april kun je weer boodschappen laten bezorgen. En daarnaast hebben we ook een groot gedeelte van de doelgroep helaas van de moeders die afhankelijk zijn van de voedselbank. Nou, die werden ook bij sommige voedselbanken geweigerd. Met de kinderen, ja, dus als je online niet eten kan bestellen, je kunt niet naar de winkel gaan, je kunt niet naar de voedselbank gaan. Ja, dat vind ik dan toch wel heel zorgelijk. En dan denk ik van ja, het is heel mooi dat sommige winkels wel de deuren openlaten, ook voor deze ouders. Maar ook heel veel winkels niet. En ook voor ZZP'ers, bijvoorbeeld Sligro, die heeft gewoon ook een landelijk beleid. Dat ze niet meer kunnen komen. Dat ze hun kinderen ook gewoon letterlijk maar in de auto moeten laten. Of maken een grapje over van bind hem maar aan een paal. Kinderen worden... Voor kleine kinderen, baby's, kinderen onder de 12 jaar. En alleen Amsterdam heeft al 59% van alle kinderen van alleenstaande ouders. Is onder de 12 jaar. Wordt van gevraagd, laat ze alleen of op straat staan of in de auto. Ja, dat is gewoon niet een goede situatie. Nee. En dit is dus direct eigenlijk het effect van het beleid wat Rutte voert. Hè? Want hij noemde dat deurbeleid. Kun je wel wat uitleggen? Ja, er stond eigenlijk alleen maar deurbeleid. Punt. Mm-hmm. En niet echt heel duidelijk omschreven, waardoor er heel veel supermarkten hun eigen regels gingen bepalen. Zoals die anderhalve meter afstand, hè? Die lijnen die we nu zien in alle supermarkten. Ja, maar er stond dan bijvoorbeeld in heel duidelijk, bijvoorbeeld je mag op straat wel met je gezin, maar bij de winkel stond er gewoon deurbeleid. Nou, wat krijg je dan? Dat het deurbeleid wordt, gaan de winkels gaan hun deurbeleid maken. Nou, gelukkig vallen de grote supermarkten, zij vallen onder CBL, die hebben dan een brancheorganisatie die hun advies geeft. Daar hebben wij contact mee opgenomen. Die hebben inderdaad ook gezegd van wij kampen met hetzelfde probleem, we krijgen veel klachten. Wij hebben hier ook over het ministerie contact gemaakt. Wij wachten ook op een antwoord. Net als jullie op een antwoord wachten van de minister-president, wachten wij ook op een antwoord. Wij hebben met de winkels bijvoorbeeld, de Deen bijvoorbeeld, ons in de straat, contact opgenomen. En die hadden eigen posters gemaakt dat gezinnen niet meer welkom waren. Wij gingen toen een klacht indienen op het landelijk kantoor en die hebben dat toen aangepast. Mede dankzij de hulp van het kantoor, de landelijke Deen-organisatie, zeiden van nou, wij gaan contact opnemen, wij begrijpen de situaties. Maar ja, er zijn natuurlijk duizenden supermarkten in heel Nederland. We kunnen niet met elke supermarkt contact opnemen. We hebben heel veel moeten bellen. En dan hebben we het echt over van Friesland tot aan Limburg, tot aan Zeeland. Door heel Nederland waren er gewoon supermarkten, tot aan de voedselbank in Nijmegen, die gewoon zeiden van ja, helaas, één persoon. En ze zeggen ook allemaal, dat zegt het RIVM, dat zegt de minister-president. Wij gaan ons houden aan die één persoon. Soms werd er ook wel geëist van, oké, iedereen moet zijn eigen karretje. Ja. En dan moesten kinderen van 5 ook een eigen karretje nemen. Jeetje, ja. Ja, dus dat gaat ook dan een beetje lastig. En als het dan misgaat, moeders vonden dat heel vervelend. Want dan werden mensen ook boos in de winkel. Van ja, jouw kind maakt rotzooi, jouw kind stoot overal tegenaan. Jouw kind luistert niet, jouw kind moet thuis blijven. Het is al een hele klus volgens mij om met kinderen de supermarkt in te gaan. Laat staan met dat soort scenario's. Ja, en je voelt je op een gegeven moment ook wel na. Vandaar dat ik zeg van wij zijn dankbaar voor alle mensen die doorwerken. We begrijpen dat het hele lastige tijden zijn. Maar dat is het voor een alleenstaande ouder ook. En het is ook niet het is een hele grote doelgroep. En wij vinden het gewoon belangrijk dat alleenstaande ouders ook gewoon juist in deze periode, ook net als alle andere mensen, gewoon het hoofd boven water kunnen houden. En dat is lastig. Hè? Zeker. Want je moet je voorstellen, je bent een alleenstaande ouder. Je moet en je kind helpen met het huiswerk.
En je moet je huishouden doen, je boodschappen doen. Je moet zorgen dat er genoeg geld binnenkomt. Misschien ben je net ontslagen binnen je proefperiode. Misschien moet word je gedwongen om al je vakantiedagen op te nemen. Dat worden we ook gevraagd. Ik bedoel, top 3 is ontslagen worden. Als ZZP'er gewoon niet meer kunnen rondkomen. Alimentaties worden niet meer betaald. Je kan heel veel stress hebben, heel veel alleenstaande ouders. Natuurlijk gaat het ook met sommigen wel heel goed, maar met heel veel gaat het ook niet goed. Maar die kloppen dan bij ons aan en die zeggen van, ja, wij vinden het heel erg zwaar. En we moeten alles doen, daarnaast ook nog met huiswerk begeleiden, helpen. En ja, het minste wat we gewoon willen is gewoon wel gewoon onze boodschappen kunnen doen. En dat we daar geen stress over hebben. En ja, dat vind ik best wel pijnlijk. Als ik dan ook hoor bijvoorbeeld van sommige ouders die zeggen van, weet je, ik wil bijvoorbeeld juist wel hamsteren. Omdat ik gewoon niet elke keer in de supermarkt wil zo alleen staan houden. Omdat ik dan één keer oppas heb gelegd. Maar ik kan niet eens hamsteren. Want ik heb gewoon leefgeld €50 per week. Dus ja, daar valt niet veel te hamsteren. Of gewoon ouders die zeggen van, nou ja, weet je, ik wil wel online bestellen. Dan kan ik bij hun in het dorp wel ook in de wijk. Maar ze zeggen, ja, die €2,50, daar kan ik gewoon 4 pakken spaghetti voor kopen. Van mijn leefgeld. Ik heb dat geld gewoon niet. En juist ook door de hamsteren waren heel veel ouders die ook überhaupt niet de goede boodschappen meer konden kopen, omdat ze gewoon weinig budget hadden. Dus ja, ook bij de alleenstaande ouders denk ik dat er een heleboel, dus voor iedereen, maar ook voor de alleenstaande ouders, stress is van hoe ga ik dit nou allemaal goed doorkomen. Ja, en je hebt dus een brief opgesteld, hè, met andere vrouwenorganisaties, daar had je het al heel kort over, waarin je dit hele probleem aan Rutte meedeelt. Reacties van Rutte? Nee. Wel goed met de Rijksoverheid gesproken, met verschillende organisaties gesproken. We hebben heel goed contact met de gemeente Amsterdam. Dat is een hele positieve uitzondering, ook op het beleid van armoede. Op het beleid eigenlijk voor heel veel zaken waar wij zeg maar denken van, hey, waar wij op een progressieve manier naar kijken van hoe dit kan beter. Hebben wij in Amsterdam, ervaren wij echt een hele goede gesprekspartner. Landelijk zou er een heleboel moeten veranderen. Daar hebben wij ook het afgelopen jaar meerdere malen voor gedemonstreerd, actie gevoerd, opinies geschreven. Want het lastig is, zolang wij nog niet in geen enkel partijprogramma staan, dat zullen wij ook beleidsregels, zeg maar, beleid komt echt van bovenaf. Dus wil je echt structureel iets veranderen aan de positie, voor de positie van alleenstaande ouders, dan zal er op hoog niveau gewoon beter ingericht moeten worden en rekening gehouden worden met deze doelgroep. En alleen is het dan omdat 9% van de kinderen geboren wordt bijna ineens aan de ouder. Ja, en dan, want nu raak je toch al even aan, dus dan wil ik er gelijk maar wat dieper op ingaan. Want ook voor de coronacrisis deden u natuurlijk hartstikke belangrijk werk. Wat voor dingen moeten er veranderen voor alleenstaande ouders op dit moment? Noem eens een paar dingen. Maak een heel boek open, dat begrijp ik wel. Nou, kijk, Anja en ik zijn toevallig bezig met een boek. Wat wij denken. Je bedoelt Anja Meulenbelt, hè? Ja, Anja Meulenbelt en ik zijn bezig. Ik heb Anja Meulenbelt en ik zijn beide single mom. Anja heeft inmiddels alweer een zoon die naar de seniorenwoning gaat. Maar die was ook echt een jonge moeder. Ze was 16 toen ze beviel van haar zoon. Ik was zelf 22. Maar zij zegt ook van, als ik dan kijk naar de afgelopen jaren, wat er met de positie nou gebeurd is van de alleenstaande ouder. Er zijn alleen maar meer alleenstaande ouders gekomen. En de positie van de alleenstaande ouder is nog steeds, wij zijn gewoon heel erg vertegenwoordigd op het gebied van eenzaamheid. Er wordt vaak gedacht van, ouders zijn, hele oudere mensen zijn eenzaam. Maar alleenstaande ouders zijn ook eenzaam. Zitten ook aan het einde van de dag gewoon alleen op de bank en hebben geen sparringpartners. Om te gaan praten over hoe het ging met hun dag, hoe het gaat met de kinderen. Zeker als ze ook nog een isolement leven of financiële zorgen hebben, dan staan ze er echt heel erg alleen voor. Met hun kinderen een grote verantwoordelijkheid. Ik herinner mezelf nog toen ik een jaar of 23 was en ik stond er alleen voor, hoe lastig ik het vond. Ik dacht van, wat als er wat met mij gebeurt? Dan is er niemand die voor mijn kind kan zorgen. Wat als ik gewoon ziek word of als ik flauw val en niemand hoort mij. Dat zijn gewoon gedachten. Die had ik toen ik nog geen netwerk had. En toen ik best wel jong was en daar alleen voor kwam te staan. Kijk, inmiddels is mijn zoon 16. En heb ik echt heel goed mijn weg weten te vinden. Ik ben alleen dat ouderschap. Ik ben economisch zelfstandig. Ik ben heel erg blij met hoe het gaat tussen mij en mijn kind. En blij met mijn leven als single parent. Maar ik kan begrijpen daarom heel goed hoe het is voor ouders die er echt alleen voor komen te staan. Wat voor lastige periode zij doormaken. En er zijn nogmaals een heleboel alleenstaande ouders in Nederland. En iedereen is anders. Andere culturele, economische achtergronden. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat wij de band delen.
van dat je wanneer de kinderen bij jou zijn, dat je er dan alleen voor komt te staan. En dat is dan best wel, kan het best wel pittig zijn. Ja, want je hebt het over dat netwerk wat ze dan missen, het echt alleenstaan ervan. Ja. En ik begrijp dat Single Supermom daar ook wat aan doet, hè? Aan het netwerk. Ja. Wij zorgen voor een netwerk waar wij niet voor kunnen zorgen. Is een groot probleem onder alleenstaande ouders is bijvoorbeeld een woning hebben. Voor heel veel alleenstaande ouders hebben gewoon komen niet in komen hebben bijvoorbeeld recht op een sociale woning, maar die is er gewoon niet, zeker in de Randstad niet. Dus die gaan dan moeten verhuizen naar de andere kant van Nederland, naar Friesland, of naar Limburg, naar dorpen waar dan de woningen zijn. De woningnood is belangrijk. Kijk, als je geen dak boven je hoofd hebt, niet genoeg financiën hebt, dan is het gewoon heel moeilijk om een heel gelukkig, goed leven voor jezelf te creëren. Wij zijn oververtegenwoordigd op het gebied van uitkeringen. Heel veel alleenstaande ouders hebben helaas een bijstandsuitkering. En 87% van de ouders is vrouw. En ik denk dat er veel meer aandacht mag komen voor het eerlijk delen van zorgtaken en zorg voor de kinderen. Ja. En jouw de Single Supermom geeft ook vrouwen die er zo alleen voor staan, bijvoorbeeld omdat ze verhuisd zijn naar Friesland of naar Groningen, de mogelijkheid om weer een netwerk op te bouwen, hè? Dat begreep ik. Ja, klopt. Ja. Hoe doen jullie dat? Kan je dat uitleggen? Nou, weet je, het is heel klein begonnen in de woonkamer, maar inmiddels wij hebben heel veel geïnvesteerd in het netwerk en dat zijn dus heel veel bijeenkomsten gedaan. Wij hebben dankzij de steun van het ministerie van OCW hebben wij het landelijk netwerk mogen uitrollen. Wij hebben dus door het hele land bijeenkomsten gedaan en daardoor konden wij playdates organiseren. Workshops, trainingen, eigenlijk we hebben een online platform. Er zijn bijna 38.000 alleenstaande moeders bij aangehaakt. We hebben een besloten groep, we hebben WhatsApp groepen, provinciale besloten groepen. Ja, gewoon, wij zorgen dat wij heel erg zichtbaar zijn. Moeders kunnen naar singlesupermom.com, dan kunnen ze aanhaken op het netwerk. En daarnaast zorgen wij voor voldoende aanbod en wij hopen in de toekomst. En dan kunnen ze elkaar dus eigenlijk ook ontmoeten en zo. Hè? Ja. Wij bestaan maar uit echt. 99% zijn gewoon allemaal vrijwilligers en moeders zelf, voor moeders, door moeders. En wij adviseren ook. We zeggen altijd: ga naar. Soms vragen mensen wat zeggen: ga maar naar het platform. Dan krijg je veel beter en sneller een antwoord. Omdat wij elkaar helpen. Het is gewoon echt: een moeder stelt een vraag en een andere moeder reageert. En binnen een uur staan er gewoon 80 reacties onder van andere moeders die het al hebben meegemaakt en elkaar kunnen helpen en steunen. En ik denk trouwens ook in die coronatijd, hè, dat dit soort netwerken, hè, gewoon netwerken van mensen, die gewoon mensen onderling met elkaar doen om elkaar verder te helpen, die zijn zo belangrijk. Ik bedoel, de gemeente Amsterdam belde mij al meteen een dag later van, hey Eva, kun je deze informatie delen met je doelgroep? Kun je dit onder de aandacht brengen? Kun je mij laten weten hoe het gaat met alleenstaande ouders in de stad? Weet je, en dat is makkelijk als je meteen toegang hebt tot die doelgroep. Ja, want hoe houdt, zeg maar op dit moment gebruiken jullie, denk ik, andere, want jullie kunnen geen bijeenkomsten meer houden. Dus die netwerken, die vinden wel nog een weg op een andere manier, neem ik aan. Ja, wij doen eigenlijk nu alles gewoon echt in de lucht, online. Wij doen bijna om de dag hebben wij workshops. We hebben echt een heel leuk team van vrijwilligers, psychologen, pedagogen. Met coaches die allemaal leuke trainingen doen. Zoom-sessies worden gedaan. Onze trainingen gaan door. Gelukkig hadden wij al een YouTube-kanaal met filmpjes. Waar wij meer dan 100 empowerende filmpjes hadden opgenomen van tevoren. Dus die worden ook allemaal gedeeld. Dus bij ons gaat het gewoon door. Sterker nog, we hebben het drukker dan ervoor. Ik heb het echt enorm druk. Want we hebben enorm veel mensen die bellen. Heel veel vragen hebben, heel veel mailtjes. Wij moesten de eerste week alles annuleren, alle activiteiten van offline. Moesten we alles online inrichten. Maar ook nog in verschillende talen. We hebben nu Portugees, Spaans en Nederlands. Omdat de meeste informatie wordt al in het Marokkaans of in het Turks gegeven. Dus wij moesten heel veel doen, inrichten. Laptops overal gaan verzamelen en rondbrengen. En heel veel vragen beantwoorden. Heel veel moeders die bijvoorbeeld zeiden, ik kom de winkel niet meer binnen. Of mijn kind heeft geen laptop en kan daardoor niet zijn school online volgen. Heel veel van dat soort vragen moesten we gaan beantwoorden. Ja, hartstikke belangrijk natuurlijk. Hè? Want dat horen we ook meer, dat er veel kinderen eigenlijk helemaal niet de omgeving hebben om nu op school verder te kunnen gaan. Dat horen jullie dus ook heel veel van alleenstaande moeders. Wat wij vooral horen is, kijk, dat het is een soort van, als we het dan hebben over de voorzieningen voor kinderen in armoede.
Dat heeft vooral te maken omdat de voorzieningen, de armoedevoorzieningen, echt een soort van postcode loterij zijn. Woon je in een goed postcodegebied, dan heb je misschien recht op een laptop of op een fiets. En woon je misschien net een straat te ver, dan helaas, dan, en jouw gemeente doet er niets aan, dan heb je recht op niets. Dus dan moet je weer een ander traject in, dan moet je het aanvragen. Nou, dat kan dan via ons, kunnen ze contact met ons opnemen. Wij nemen dan contact op met hun en wij kunnen dan bij een fonds een aanvraag doen. Dus daar komt best wel veel bij kijken. En ja, onze droom natuurlijk is als single supermom is dat alle ouders economisch zelfstandig zijn, voldoende verdienen om gewoon goed voor hun kinderen en zichzelf te kunnen zorgen. En dat helpt enorm, dat daarom de lonen omhoog gaan, ouders genoeg verdienen, ZZP's genoeg verdienen. En een samenleving komt dat iedereen gewoon niet naar het dikkenstijdperk gaat, maar gewoon iedereen gewoon zijn eigen boodschappen, zijn eigen spulletjes kan kopen voor de kinderen. En niet met een handje eigenlijk op hoeft te houden van ik heb geen spullen. Want ja, ik geloof persoonlijk niet in een armoedebeleid dat bestaat alleen maar uit lezers plakken en cadeautjes geven. Ik geloof echt dat je structureel de problemen moet aanpakken. Structurele oplossingen moeten komen om die grote groep van gezinnen in armoede. En ze noemen het allemaal kinderarmoede. Ik snap dat. Dat vinden ze misschien leuker klinken. Maar ik heb nog nooit een kind ontmoet wat arm was met rijke ouders of rijke kinderen met arme ouders. Het zijn gewoon kinderarmoede bestaat omdat de ouders gewoon arm zijn. En als de ouders niet arm zijn en gewoon een goed leven kunnen creëren voor hun kinderen, dan heb je ook geen kinderarmoede. Dus als je wilt dat die kinderarmoede naar nul gaat, zou er toch moeten gestopt worden met alleen maar cadeautjes. Ik weet niet dat het helemaal fout is, want het is gelukkig krijgen sommige kinderen nog iets. Maar ik ben er veel meer voor, zorg dat die ouders gewoon in staat, dat ze gewoon goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Ja, dat voelt ook veel beter voor ouders natuurlijk. Je wil niet je hand moeten ophouden. Dat is gewoon een vreselijke positie natuurlijk waar mensen zich ook gaan bevinden. Ja, en ook voor de kinderen. Ze vergeten dat, mijn zoon schreef daar een hele mooie speech voor en heeft hij ook opgelezen in de Tweede Kamer. Is dat ook al heb je een laptop van de gemeente, ook al krijg je misschien die nieuwe fiets. Denk niet dat als je aan het fietsen bent of je hebt een nieuwe laptop, dat je zorgen maakt om je ouders. Als je thuis komt, vraag je toch af, kan mijn moeder nog wel elektriciteit betalen? Moeten we niet straks het huis uit? Of waarom is mijn moeder verdrietig? Of waarom is mijn moeder zo stressvol? Of waarom, als we naar de supermarkt gaan, mogen we alleen maar rood met wit producten hebben? En kunnen we niet nog een keer misschien wat meer verse producten kopen? Of waarom moeten we naar de voedselbank? Dat zijn allemaal prima voorzieningen dat ze er zijn voor deze doelgroep. Maar het zou echt enorm helpen als ouders economisch zelf gewoon in staat konden zijn om goed voor zichzelf en kinderen te zorgen. Dan krijg je ook gewoon veel meer gelukkige mensen, blije mensen van, gelukkige kinderen. En voorkom je ook, zeker als we kijken over generatiearmoede ook, dat kinderen ook zelf ook gewoon hun talent kunnen ontwikkelen en de mogelijkheden kunnen pakken en krijgen die ze gewoon verdienen. Ik bedoel, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar het aantal kinderen wat op een VWO zit, heel veel kinderen die in de armoede opgroeien, die komen niet eens op het VWO. Nou, dat vind ik gewoon best wel kwalijk. Ik vind dat kinderen en mensen recht hebben op gelijke kansen. Ja, zeker. Helemaal mee eens. Ja. Nou hadden we het vorige uitzending over het effect van de coronacrisis ook op de economie. Nou verwachten ze, nou, volgens mij is het ondertussen al een beetje gaande, dat er een flinke economische crisis zal volgen op deze pandemie. Wat denk je dat daarvan het effect zal zijn ook op alleenstaande ouders en hun kinderen? Want je had het al over kinderarmoede en armoede van gezinnen. Ik maak me zorgen erom, omdat toen die er niet was, stonden wij niet in het politiek programma. Ik maak me er zorgen om dat heel vaak bij beleid gewoon niet wordt gekeken hoe pakt dat uit voor alleenstaande ouders. Bijvoorbeeld de boodschappen zijn een goed voorbeeld van. Je stelt een regel op met een plaatje erbij, één persoon. Ja, hoe doe je dat dan als je met z'n tweeën of met z'n drieën bent? Wij gaan daarom nog gewoon in ieder geval nog meer aandacht vragen voor de alleenstaande ouders. Dat is wat wij kunnen doen. Wij hebben een prachtige publicatie, komt er binnenkort aan, waar ik en Anja Meulenbelt. Ik ben ook met andere mensen bezig die daarmee aan mee gaan helpen. Dat het gewoon een heel mooie publicatie gaat worden, waar beleidsadviseurs heel veel aan zullen hebben. Wij gaan die onder de aandacht brengen bij Kamerleden, gemeenteraadsleden, ambtenaren. Eigenlijk iedereen die te maken krijgt met beleid. En wij hopen gewoon dat inderdaad dat het uiteindelijk goed komt. En het is denk ik wel een lange weg. Ik weet dat RNV bijvoorbeeld echt, we hebben die ook ondersteund met een 14-campagne.
Ja, voor 14 van campagne. Ja, we hebben daar samen met alleenstaande moeders met single superman heel veel aandacht voor. We hebben WTC nog actie gevoerd. Dus wij hopen dat nu niet alleen klappen voor die mensen, maar ook gewoon zorgen dat die mensen gewoon structureel gewoon meer gaan verdienen. Ja, want al die mensen die nu heel hard werken, doorwerken, al die schoonmakers, vakkenvullers in de supermarkten, al die mensen in de zorg, ja, die worden gewoon niet goed betaald. Nee, klopt. En dan noemen we ze nu eigenlijk, het zijn de vitale beroepen. Daar komen we eigenlijk achter nu de pandemie is van, oh ja, die vakvullers zijn dus wel heel erg belangrijk. En die schoonmakers ook en de mensen in de zorg. Maar ondertussen hebben we ze eigenlijk jarenlang van een heel slecht salaris voorzien. Dus ik ben helemaal met je eens. Voor 14 campagne van de FNV kan je ook vinden online. En volgens mij kan je daar ook een petitie tekenen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, want waar zij voor staan is dat ze het minimumloon willen ophogen naar 14 euro. Nou, dat lijkt me toch het minste wat we kunnen doen, ook na deze coronacrisis. Hebben jullie, jullie die beelden gezien in Leiden? Nee, ik kan wel even vertellen. Er waren mensen van de campagne voor 14 hebben met stoepkrijt voor de Albert Heijn hebben ze leuzen opgeschreven over dat bedankt vakkenvullers voor jullie werk. Hulde en daaronder nu nog een loon dat daar tegenover staat voor 14 euro per uur. Toen heeft Albert Heijn daar een foto van gemaakt met de vakvullers erachter. Hebben ze dat voor 14 hebben ze weggefotoshopt en hebben ze op de social media gezet. Dus, dus Albert Heijn wil wel een PR-momentje voor de fantastische vakkenvullers. Maar ze willen niet fatsoenlijk voor ze betalen. Dus dat is wel typisch. Nou, shame on you, zeg maar. Ik hoop echt straks dat die kwetsbare groepen zijn nu zichtbaar. Nog beter dan ooit, denk ik. Maar ja, dus nu wat gaat er gebeuren voor deze specifieke doelgroep? Wat gaat er gebeuren? Ja. En dat we ons daar in ieder geval hard voor gaan maken. Jelle, je wilde wat zeggen, sorry. Ja, ik wou erop inhaken. Ik ben zelf ook opgevoed door een alleenstaande moeder. En een van de dingen die ik me daaruit kan herinneren ook, is dat vanuit maatregelen van de overheid, maar ook hoe allerlei bedrijven dingen aanbieden, dat je als alleenstaand ouder heel vaak gewoon tussen wal en schip valt. Dat je net die aanbieding niet hebt. Dat je net per persoon uiteindelijk veel meer betaalt. Als het gaat om een vakantie, om een hotelkamer of een aanbieding voor een reis. Die zijn meestal ingericht, in ieder geval was dat 20 jaar geleden zo, ik weet niet of dat nog steeds zo is, ingericht op gezinnen in de traditionele zin van het woord. Twee ouders, twee kinderen, daar krijg je allerlei korting voor. En er waren heel wat van dat soort dingen waarbij mijn moeder en ik altijd net buiten de boot vielen. Net geen steun, maar ook net niet, zeg maar, in ieder geval in een rotpositie zaten. En ik vraag me af of jij nog meer voorbeelden hebt hoe dat vandaag de dag is. Wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat we veel meer gaan zien dat het geen privéhobby is om kinderen te hebben. En dat we inderdaad de opvoeding, het zorgen voor de kinderen samen moeten doen, hè? Als overheid en ook met de ex-partners, dat er meer eerlijke taakverdeling moet komen, zodat vaders en moeders samen kunnen zorgen. Want wij zien maar al te vaak dat vrouwen er heel vaak alleen voor staan. En ik denk dat als vrouwen de zorgtaken en ook financieel het zorgen voor de kinderen samen kunnen delen, dat vrouwen dan automatisch meer gaan verdienen, meer tijd voor zichzelf overhouden en minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld die goede deals. Mensen met weinig geld, ik weet niet of jouw moeder weinig geld had, maar die zijn inderdaad heel erg afhankelijk van goede deals ook. Wat je net als voorbeeld noemde, van dan moet het ook betaalbaar zijn. Die mogelijkheden moeten er zijn. Als mensen meer gaan verdienen, zullen ze een beter leven hebben. Jouw vraag over nog meer voorbeelden. Nee, het hoeft helemaal niet zo specifiek hoor. Ik heb wat specifieke dingen in gedachten. Het gaat meer om mijn algemene ervaring met armoede en alleenstaande ouders. Dat de samenleving vaak op heel veel vlakken ingedeeld is op niet alleenstaande ouders. Terwijl er zo'n grote groep is die dus wel op die manier de ouderschap beleeft. Ja, we maken het vooral aan het beleid. Omdat we op corona kijken, bijvoorbeeld ook nu, er werd in de eerste instantie gezegd,
ouders met twee vitale ouders die werken in een gezin, die mogen kinderopvang hebben. Dan mogen de kinderen naar de opvang. Nou, heel veel. Alleenstaande moeders werken in de zorg. Maar die kregen dan gewoon geen opvang. Die werden dan geweigerd met hun kinderen. Ja, nee, moeten twee ouders moeten allebei in de zorg werken. Ja. Terwijl zij het altijd alleen hebben gedaan. Ja, dat gaat niet altijd op. Nu hebben ze het veranderd. Nu is het één persoon. Maar in eerste instantie werd ze altijd gezegd twee personen. Ja, ja, en dat is exact het punt. Hè? Dat, ja, er wordt niet over uiteindelijk een maand later, een paar weken later, denken ze wel vanavond. Oh ja, die groep roept nu ook. Maar ja. De eerste gedachte is, nee, standaard gezin, dat is nog steeds, het is er altijd voor de meeste mensen. Ja, en ook een voorbeeld is misschien huisvesting. Hè? Door er zoveel mensen uit elkaar gaan, dan heb je van één huis heb je gewoon twee keer zoveel huizen nodig. En die huizen zijn er gewoon niet. Waar gaan ze dan wonen? Ja. En er zijn heel veel woningen voor bejaarden, studenten, maar niet voor alleen aan ouders. Nee. Het is ook een beetje, ik denk dat het ook kenmerkend is voor een politiek of de macht, om het zo maar te zeggen, die toch wel geleid wordt door een aantal witte oudere mannen, waardoor ook heel veel van dit soort ervaringen gewoon helemaal niet in hun hoofd zitten en ook niet bij hun opkomen. Dus ik denk erg belangrijk is dat we daar ook wat aan gaan doen. Hè? Want volgens mij moeten er gewoon een hele hoop alleenstaande moeders de politiek in, om het zo maar te zeggen, zodat ze ook hun ervaringen kunnen delen, zodat dit soort dingen ook gewoon duidelijk zijn in beleid. Ja. Ja. En ook als je het hebt over mensen, heel veel vrouwen die streven, dan hebben ze over het glazen plafond, Ja, precies, ja. De moeders die wij vooral bij Sinon Supom zitten, die ruimen de scherven op van het glazen plafond, komen überhaupt niet bij het glazen plafond. Nee. Die zijn heel erg aan het... wij merken ook dat die vrouwen die inderdaad in die topfunctie zitten, die mogen ook wel meer inzetten voor de moeders die niet in het glazen plafond zitten. En dus het zijn niet alleen voor mij, in mijn beleving, de hoogopgeleide blanke mannen, maar ook de vrouwen. Wij zien maar al te vaak, als wij een opinie schrijven rondom afgelopen Internationale Vrouwendag bijvoorbeeld, dan zijn het ook de vrouwen die echt heel erg pittig reageren op andere vrouwen. Of ook op hun eigen situatie. Ik heb leefgeld, ik kom rond van 38 euro per week. Ik vind het prima, klaag niet. En ik denk, nou, dat is niet prima. Je kunt helemaal niet een heel gelukkig, fijn leven hebben. Mooi dat jij wel rondkomt van die 38 euro, maar je bent heel erg kwetsbaar. Er hoeft maar iets te gebeuren, je fiets hoeft gestolen te worden, of je koelkast gaat kapot en je zit weer in de schuldsanering. Dus we moeten het ook niet oké vinden dat het met zo'n grote groep niet goed gaat en dat ze zo in armoede leven, zo kwetsbaar zijn. Ja, dat is echt heftig ook om altijd te horen. Hè? Zo rond die Vrouwendag heb ik ook meegemaakt inderdaad. Dat er dan van die toch vrouwen in de top of die het erg goed hebben, zo neerkijken op de rest van de vrouwen. Ja. Dat is heel, heel pijnlijk. Ik denk dat we juist als vrouwen een sisterhood moeten creëren om dit soort dingen aan te pakken. Dus ik vind het echt super mooi dat jij met Single Supermom zo'n sisterhood voor alleenstaande moeders kan creëren. Want volgens mij is dat wat je aan het doen bent. Klopt. En dat is echt heel mooi en inspirerend om te horen. Ja. Ik vroeg me af, zijn er nog dingen de komende tijd waar je mee aan de gang gaat? Waar we je kunnen zien, kunnen horen? Ik ben heel erg druk met... voor mij kwam de lockdown, hoe vervelend die ook is, heeft die bij mij ook persoonlijk best wel veel teweeg gebracht. Ik ben ook mijn tijd anders gaan indelen. Ik was voorheen echt heel veel aan het werk. Ik ben wat minder gaan werken in de zin van wat meer taken gaan verdelen. En meer vrijwilligers inzetten om mij te ondersteunen. Waardoor ik meer tijd heb om te gaan schrijven. Dus ik ga heel erg hard werken om in ieder geval, ik denk in juni, dat ik naar buiten kan komen met de publicatie. Waar Anja en Meulenbelt en ik heel hard aan heb gewerkt. Over de afgelopen weken nog niet. Hoe de titel gaat heten van de publicatie. Twijfelen nog, we vinden kinderarmoede bestaat niet wel leuk. We vinden 50 jaar alleenstaand moederschap wel leuk. We zijn er nog mee bezig, maar om in ieder geval een heel mooi, een mooie publicatie te ontwikkelen. Daar zijn we heel druk mee bezig. Ja, en als er nu toevallig een alleenstaande moeder of vader, want dat mocht ook, hè, begreep ik, denkt van, goh, ik kan echt wel wat hulp gebruiken in deze situatie. Er zijn dingen waar ik tegenaan loop. Dan kunnen ze jullie ook bereiken, hè? Ja, singlesupermom.com, dan ga je naar de besloten groep. We zijn ook bezig met een eenouderpunt. Dus mocht je een alleenstaande vader zijn en zeggen van, nou, wauw, ik word nu wel heel geconfronteerd met mijn alleenstaande ouderschap. Of bij mij gaat het helemaal prima, maar ik wil me inzetten voor andere alleenstaande ouders. Dan kunnen ze een mailtje sturen naar info@singlesupermom.com. En dan kunnen ze aanhaken. En ja, wij zijn ook bezig om het eenouderpunt van de grond te krijgen. Zodat vaders en moeders
samen kunnen werken. Wij willen meer wederzijds begrip. En wij geloven heel erg dat door samen te werken de kans van alle alleenstaande ouders bedoelt, van vaders en moeders. Ja. Nou, hartstikke mooi. Hey, om af te sluiten, ja, isolatie en social distancing, want dat is wat er nu allemaal gebeurt natuurlijk, is erg moeilijk. Er zijn een hele hoop mensen die zich erg eenzaam voelen. En ik was benieuwd of jij nog een hoopvol bericht of tip hebt aan deze mensen in deze tijd. Als ik nou naar mezelf kijk, wat ik wel heel leuk vond is, ik werd geconfronteerd de eerste week, vond ik best wel emotioneel, shit, ik ben echt alleen, ik moet nu, wat als ik corona krijg, dacht ik, ja, nou ja, je hebt de hele koelkast vol, je zoon is volwassen, die kan koken voor zichzelf, maar ik dacht wel van, ja, hoe leuk zal het nu zijn in deze periode dat je een partner had, dat je samen in een lockdown zit, ja, en dingen kunt delen met elkaar. Ja. Dus ik dacht wel van, nou ja, ik ben toen met vriendinnen gaan praten. Ik zei ze, nou, misschien is nu het moment om te gaan kijken. Te gaan kijken hoe kun je wat meer tijd besteden ook weer aan je liefdesleven. Dus daar word je ook blij van als vrouw, toch? Als single parent. En stel, als je die behoefte hebt. Nou, als je niet die behoefte hebt, moet je het dan niet doen. En ja, want dan kun je nu, kun je elkaar toch niet zien. Dus je belandt ook niet meteen in bed. Maar je hebt wel meer tijd om gewoon elkaar beter te leren kennen. Dus je bent lekker aan het appen, begrijp ik. Ja, nou ja, jullie weten dat het met mijn laptop en mijn dingen nog niet zo goed lukt. Ik ga vanmiddag even naar de winkel om een laptop te kopen. Een microfoon. Dan gaat het misschien wat beter. Een microfoon, ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, dat is misschien een goede tip inderdaad aan alle mensen die zich eenzaam voelen. Mochten ze daar inderdaad zin in hebben om alvast een date te kijken wat er zoal rondloopt. Ja, of doe iets wat je echt blij maakt. Een beetje ga lekker lezen, mooie inspiratiefilmpjes kijken op YouTube. Dat zijn er heel veel van, hè? Ja, ja, gewoon leuke dingen die je echt blij maken, die bij je passen. Ja, ja, hartstikke belangrijk. Vind je eigen ding eigenlijk. Ja, vind je eigen ding en ga gewoon... weet je, overdag ben je al zo druk met de kinderen bezig om ze te helpen met school, het huishouden. Doe dan, al is het maar een half uur of een uur, iets 's avonds voor jezelf. Wat je echt leuk vindt. Of dat nou tv kijken is, die film kijken, die nagels lakken of een mooi boek lezen of daten. Gewoon iets waar je gewoon blij van wordt voor jezelf. Gewoon echt even dat half uurtje voor jezelf. Ja, gewoon, me time. Heel belangrijk. Nou, dankjewel Eva voor je komst vandaag. Hou ons op de hoogte van je werk. De komende tijd mocht er de dingen zijn waarvan je zegt, daar wil ik over spreken. Nou, benader ons. Dan zien we je wellicht nog terug in een andere show. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Hoi, hoi. Zo. Ja, heftig, hè, om te horen ook over wat dit doet op alleenstaande moeders en hun kinderen. Ook zo bizar eigenlijk dat je dus op een punt komt dat je je een beetje aangekeken voelt als je naar een supermarkt gaat, terwijl je uiteindelijk gewoon moet eten. Dus ik hoop dat in ieder geval een hele hoop alleenstaande ouders die nu luisteren weten... Al voel je aangekeken, ga gewoon die supermarkt in. Want het is gewoon bullshit dat je natuurlijk niet aan je eten kan komen. Het is echt bizar gewoon. Klopt. Geen woorden voor. Maar wat een vette organisatie, hè? Ja, zeker. Het is heel inspirerend ook om te zien dat er zo'n sisterhood kan creëren. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat je daar een hele hoop aan hebt in zo'n tijd. Ja, en mooi om te zien hoe als je al een netwerk gecreëerd hebt om voor het ene... dat in zo'n tijd van crisis dat dan zo belangrijk is dat het er al ligt. En dat je dat kan gebruiken om elkaar te helpen wanneer het echt een nood aan de man is, aan de vrouw. Ja, ja, nee, klopt. Volgens mij zijn we een beetje aan het laatste deel van onze show. Dus ik ga jou aankijken, Jeremy. Wat staat er de komende tijd in de planning? Yes, nou volgende week, vorige week zei ik het al... We gaan met Jay-Z Veldhuizen van Bijeen, duo-raadslid in Amsterdam. Gaan we in gesprek. Hij heeft een stuk geschreven op joop.nl over onderdak als basisrecht voor daklozen en thuislozen. En ook na de crisis, dus niet alleen nu, maar ook deze crisis aangrijpen om dit aan te pakken. En voor de rest, we zijn in contact met allemaal mensen, hebben allemaal leuke ideeën. Maar we willen natuurlijk ook input van de kijkers. Dus je noemde het al. Schrijf ons aan en laat een berichtje achter. Stuur ons een PM'tje. We zijn erg benieuwd naar
hoe mensen door deze crisis heen aan het gaan zijn. Wat ze aan het doen zijn, wat ze aan het organiseren zijn. En als je met een tof project bezig bent en je wil dat meer mensen daarover horen, horen wij dat graag ook. En dan kunnen we dat via het programma met meer mensen delen. Ja, nee, hartstikke belangrijk. Breng je topics vooral naar ons. Ja, zeker voor de komende tijd. Volgens mij zijn we 1 co-host verloren in het proces. Dag Jelle. Maar geen probleem. Klinkt goed allemaal. Heel erg benieuwd naar de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie luisteraars en kijkers dan ook naar ons kijken en luisteren kan ook. Rest voor mij nu alleen nog om jullie te vragen om te helpen met de promotie van de show. Like ons op Facebook, YouTube, volg ons op Twitter en alle andere platforms waar je in de beschrijving links voor vindt. Tweet en post over ons. Stuur het vooral door naar je vrienden. En laat ons weten wat je ervan vond. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.